democratie gaat over de meerderheid, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid voor de minderheid. En dus kun je echt aan allerlei knoppen draaien, zeg maar. We gaan aan gezinswoning uit elkaar trekken. Ik vind het een prachtig detail. De comfort die het met zich meebrengt, er zit heel veel voordeel aan. En een andere mooie kwaliteit ervan is dat het tijdelijk is. Bepaalde acties die beïnvloeden natuurlijk wat je denkt. Ontwerpen we misschien exclusiviteit in de hand? De meest duurzame vorm van werk is eigenlijk verbeeldingskracht inzetten. Welkom iedereen bij weer een aflevering van World Design Embassies. Rechtstreeks vanuit Pakhuis te Zwijgen. Maar wellicht dat je op een later moment kijkt, want dat is het mooie van hoe we tegenwoordig online onze programma's doen. Dat je ook op een later moment inkijkt. Nou, als je live kijkt en je wil meechatten, dat kan namelijk, dat is het mooie. Dan moet je dat doen via de homepage van Pakhuis te Zwijgen. En daar staat meepraten via de chat. Dus dat kan. Ik heb hier naast mij een iPad en dan kan ik de vragen zien. Mijn naam is Jeroen Junte. Ik ga deze aflevering van World Design Embassies voor jullie verzorgen. Dat doe ik niet alleen. Er zitten allerlei gasten aan tafel. En wellicht ken je de World Design Embassies. Ze zijn onderdeel van de Dutch Design Week. Eigenlijk zijn ze gewoon een mini Dutch Design Week op zich. Ze hebben allemaal een verschillend thema. De Embassy of Food, de Embassy of Inclusivity, Embassy of Circularity. Echt de grote thema's van deze tijd worden in die ambassades behandeld. En in deze serie programma's is er telkens één ambassade waarop ingezoomd wordt. En vandaag is dat de Embassy of Rethinking Plastics. En de hamvraag waar wij het komend goed uur op zullen inzoomen is de vraag hoe we eigenlijk onze relatie met plastic kunnen herontwerpen. Nou, het zit ook al in dat rethinking, herontwerpen. Er is blijkbaar iets scheef tussen ons, de mens, en plastic. Nou, dat gaan we verkennen met vier gasten. Uiteraard zitten daarbij twee ontwerpers. Uiteindelijk zijn ontwerpers, hebben de kracht als het gaat om omdenken, om anders, die veranderkracht zit ingebakken in design. Dus er zitten twee ontwerpers aan tafel. Tjeerd Veenhoven, ik zou bijna zeggen Mr. Bioplastic in Nederland. En Jessica den Hartog. Zij zullen hun projecten die te zien waren in de Embassy of Rethinking Plastic hier toelichten. Na een korte break zitten er dan twee andere gasten aan tafel. Jan Pels van TNO, Lia Voermans van Brightlands Camelot Campus. Dat is een in Limburg een groot bedrijventerrein voor de chemische industrie. En een klein onderdeel van die campus, dat is zeg maar de lab van dat Camelot, waar daadwerkelijk gewerkt wordt met plastic. Dus het tweede deel zit meer het onderzoek, de industrie, aan tafel. Nou, dan hebben we eigenlijk wel, als het goed is, genoeg munitie om te kunnen omdenken en te kunnen herontwerpen hoe we met plastic omgaan. Maar eerst hier aan tafel zit Leone Kuppen, de curator van de Embassy of Rethinking Plastic. Welkom, Leone. Dank je. Rethinking Plastic, dat impliceert eigenlijk ook dat we niet goed denken over plastic en dat er wellicht ook vooroordelen zijn. Wat is het grootste misverstand dan in ons denken over plastic? Ja, plastic is natuurlijk heel breed. En ik denk dat we het zien als het meest verguisde materiaal, maar ja, ook tevens als het meest fantastische materiaal. We kunnen natuurlijk ook helemaal niet meer zonder plastic. Nee. En dat realiseren we ons denk ik ook wel. Maar we zien natuurlijk ook heel erg die andere kant. En met het programma Rethinking Plastic proberen we echt allebei die kanten te laten zien en te belichten. En vooral ook te kijken van hoe kunnen we dat nou anders gaan aanpakken, waardoor we ja, zeg maar die transitie naar een betere wereld sneller kunnen maken. Ja, ik zei het zelf ook al, als er één professie is die goed is in omdenken, in veranderen, dan zijn het ontwerpers. Wat was er te zien, zeg maar? Hoeveel ontwerpers waren er te zien in de... Hey, neem ons nog even mee terug naar de Dutch Design Week. Wat was er toen te zien en wellicht ook nu nog? Ja, Dutch Design Week is een momentopname. Dat is natuurlijk wel het piekmoment. En dan hebben we ook echt alles spik en span en dan is het echt top. Maar we hebben een heel jaar rond programma's en een hoofdexpositie. En met wij bedoel je XC Gallery?
Ja, ik zie Expo in Eindhoven. Dat is eigenlijk een platform ter promotie van circulair ontwerp. En we hebben nu de afgelopen 2 jaar het thema plastic onder handen genomen. Ja, ja, dus jullie zijn al 2 jaar mee bezig. We zijn al 2 jaar aan het omdenken. Ja, nou ja, we zijn al heel lang aan het omdenken. Precies. Maar 2 jaar op het gebied van plastic. Heel specifiek op het gebied. En dat blijft ook nog een heel jaar. Dus tot einde 2022 pakken we dit thema bij de horens. En wellicht daarna weer andere thematieken binnen de circulaire economie. Dus dat gaan we bekijken. Maar in ieder geval zit dus al een heel vooronderzoek aan vooraf. Ja, ja. Die zijn eigenlijk zeg maar begonnen met een onderzoek waarvan de resultaten tijdens de Design Week zijn gepresenteerd. Ja, ja. We hebben eigenlijk 2 jaar terug een kleine tentoonstelling georganiseerd met een aantal partijen. Tijdens World Cleanup Day vonden we een leuke aanleiding. Ja, en zeker. Dachten van, nou, iets van 60 ontwerpers in een hele korte tijd bij elkaar verzameld. Was nog een beetje het oude denken, toch? Cleanup, rotzooi, plastic. Ja, precies. Nog heel erg dat rethinking in de zin van upcycling, recycling enzovoorts. Maar ja, uiteindelijk wil je daar natuurlijk een slag op slaan en veel meer die toekomst in. Ja. Met echt nieuwe innovaties. En ik denk dat we nu heel erg in het momentum zitten dat recyclen heel belangrijk is. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet de eindsom. Dan is er al eerder iets fout gegaan, zeg maar, als je op zo'n manier als cleanup moet recyclen. Ja. Vooral zorgen dat we minder afval krijgen en dat we dat op andere manieren gaan toepassen. En het afval wat we hebben is heel veel, dus daar moeten we ook oplossingen voor verzinnen. Mm. Maar laten we vooral ervoor zorgen dat er geen afval meer bij komt. Nee. En dat we dat anders gaan organiseren. Even praktisch, gewoon de feiten, de cijfers. Hoeveel projecten waren er te zien in de ambassade? We hadden zeg maar in de hoofdexpositie iets van 30, 35 ontwerpers met projecten. Ja. En dan zat er nog een zijprogramma aan vast van zeker nog 100 verschillende ontwerpers. Wat was het verschil tussen het hoofd- en het zijprogramma? Ja, dat hoofdprogramma bestaat eigenlijk uit 4 thema's waar we op selecteren. Dus dat is echt gecureerd. En daarnaast hebben we een zijprogramma waarbij we bijvoorbeeld met educatieprogramma's aan de slag gaan. Dus projecten organiseren voor onderwijsinstellingen. Maar bijvoorbeeld ook met bepaalde industrie waar we ontwerpers aan koppelen. Heel specifieke doelgroepen werden daarmee bediend. Ja. In dat hoofdprogramma, je zei er waren 4 zeg maar, thema's of hoofdlijnen. Zou je die kunnen benoemen? Ja, denk ik ook wel, neem aan een hele goede inkijk in dat denken over plastic. Ja, en die hebben we ook in de loop van die 2 jaar aangepast. Dus iedere keer dan verschuift dat weer. Dus in het begin waren er 7, geloof ik, en nu zijn er nog maar 4. maar wel wat meer to the point. Ja. De eerste is dat verhaal van dat recyclen, upcyclen. Ja. Dat is een grote groep en natuurlijk is belangrijk. Ja. Worden daar nog veel innovaties in gemaakt? Ik denk wel steeds meer ook echt grootschalig. En dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Dus bijvoorbeeld de afgelopen keer hadden we een project van Safe Plastics. Die lieten zien dat die enorme bulk van afvalplastics die niet meer te recyclen zijn, die belanden altijd in de verbrandingsoven, mm-hmm. dat je daar iets mee doet. Want het is belangrijk dat je dat zo lang mogelijk uit die verbrandingsoven houdt. En wellicht over 30 jaar, als dat wat zij ervan gemaakt hebben, weer zeg maar een nieuw leven zou moeten krijgen, dat we dan weer andere technieken en mogelijkheden hebben om dat toe te kunnen passen. Ja. Maar zij hebben daar eigenlijk huizen van gebouwd. Oh, wow. En daar heb je heel veel plastic voor nodig. Ja, ze waren precies. Echt op zoek naar iets waar je heel veel voor nodig hebt. Ja, slim. Ja. En daar gaan ze echt hard mee. Dus dat is echt bijzonder om te zien. Recyclen. Hoofdlijn 2. Ja. Samenwerken met de natuur. Dat is iets wat denk ik heel erg upcoming is. Met micro-organismes. Met bioplastic schimmels, neem ik aan dan? Ja, dat is daar denk ik een onderdeel van. Maar het is veel ruimer. Daar echt heel veel innovatie in terugvinden. Dan hebben we een thema. En dat is echt kijken zeg maar, naar die toekomst. Dus een beetje de awareness of the future. Dus eerst moet er natuurlijk bewustwording zijn. Mm-hmm. En daarmee kunnen we aan de slag. Dus dat gaat heel erg over future-proof ontwikkelingen. Wat we eigenlijk nu nog niet kunnen bedenken. Nee. Of heel erg verwonderd over zijn van, oké, kan dat ook? Dat blijft de Design Week, toch? Dit is nieuw. We dit zijn heb ik op nog nooit de gezien. Design Week. Ja, dat vind ik ook het leukste thema natuurlijk. Ja, snap ik. Ja, en dan hebben we nog echt de afdeling Renewable Resources. Dus dat je echt zeg maar met andere type grondstoffen, natuurlijkere grondstoffen, plastics gaat vervangen. Dus dat je zeg maar plastic producten ook van andere materialen kan maken. Ja, precies. Ja. Nou, daar komen we denk ik zo nog op met Tjeerd en Jessica. Die dan die zit overigens weer in een van die andere 4 hoofdlijnen. Nou, die komen zo aan tafel.
Ter illustratie had je één project uitgekozen van een Roemeense ontwerpster, Ferenc Borbála. Daar is ook een filmpje van. Misschien dat we daar even naar kunnen kijken. Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas. Qui es-tu? Tu es nous. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nou, het is in ieder geval een heel vrolijk beeld wat er van plastic wordt gelukkig geschreven. Wel, hè? Ja, precies. Wat zagen we precies? Ja, zij is een Roemeense ontwerper, kostuum- en sieraadontwerpster. En zij is heel erg geïnspireerd geraakt door die 17e eeuwse kostuums, die heel rijk zijn en heel chic en met mooie materialen zijn afgewerkt en waar heel veel aandacht aan besteed is. En zij wil dat eigenlijk in een soort van 21ste eeuwse jasje steken. Letterlijk, waarbij ja. ze het, ja, het afvalplastic verwerkt. Maar eigenlijk met de vraag van, wat is afval? En uiteindelijk is het plastic natuurlijk ook, heeft ook een heel lang leven. Dus dat kan heel lang meegaan. Ja. En dat kan ook gewoon een bepaalde rijkdom en een chicheid hebben. Op een andere manier. Dus, ja, ja, ja. Maar ik vind het ook leuk dat je denkt toch niet, bij plastic denk je toch niet vaak aan kleding. Kleding denk je meer aan wol, katoen, ja. Dat soort natuurlijke materialen. Ja, de kledingindustrie is natuurlijk wel een van de vervuilendste als het over plastic verwerking gaat. Nee, dat is waar, zeker. Ja. Ja, nee, daar heb je hem ook weer. Dat blijkt me weer hoe breed plastic is. Natuurlijk ook het acryl en de nylon panty. Precies, dat zijn ook allemaal plastics. Mag ik vragen, hoe heb je dit gescout? Want dit is een hele internationale samenstelling. Hè? In die zin een echte ambassade als een plek waar wij... We gaan ook vaak buiten de deur. Dus we hebben bijvoorbeeld afgelopen juni een reizende tentoonstelling georganiseerd. De eerste reizende tentoonstelling Rethinking Plastic. Okay. En op verzoek van de Romanian Design Week in Boekarest. En daar is die naartoe gegaan. Dat was trouwens wel heel leuk. Dat was de eerste die we niet persoonlijk hebben opgebouwd en er naartoe zijn geweest enzovoorts. Het was natuurlijk ook een beetje lockdown toestand. Ja, 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 ja. Maar dat kan dus eigenlijk ook heel goed allemaal op afstand. Dus wat we gedaan hebben is alles heel goed voorbereid. 3 grote pakketten opgestuurd die kant op en via Teams samen de opbouw gedaan. En wat we altijd proberen te doen is om ook ontwerpers van dat land mee te laten participeren. En die vervolgens ook weer mee terug te nemen naar Eindhoven of naar andere plekken. Zodat je heel erg die kruisbestuiving krijgt en ook die cultuurverschillen die optreden. Waar je natuurlijk heel veel aan kan hebben. Ja. Zij interpreteren toch dingen weer anders als wij dat doen. Moet daar ook nog veel omgedacht worden in Roemenië? Dat denk ik wel. Ja, dat ja. Ja, daar niet, hè. Overal toch. Zeker, maar ik heb toch ook weer zo'n beeld bij een land als Roemenië met veel oude industrie. Ja. Ja, dat is daar denk ik, het contrast is veel groter. Ja, want exact. Als je in een stad als Boekarest komt, is het super chic. Maar daar wordt ook wel plastic gescheiden, gerecycled. Ja, maar wel in mindere mate als dat we dat hier doen. Ja. Ja, maar daar heb je ook gewoon natuurlijk toch best wel heel veel creativiteit. En ontwerpers en kunstenaars, zoals we die hier ook hebben, die daar heel erg mee bezig zijn. Ja. Ja. Dus ook daar zijn ontwerpers zeg maar in die voorhoede van... Dat omdenken, dat rethinking. Zij kijken wel overigens altijd met argusogen naar Nederland. Op de een of andere manier staan wij daar toch heel erg onbekend dat wij daar een streepje voor in zijn, nog. Ja, ja, precies. Dus niet met argusogen, maar meer met bewondering. In de zin van, daar willen we ons wel aan conformeren. En hoe gaaf is het om tijdens zo'n Dutch Design Week in zo'n tentoonstelling opgenomen te worden? Ja. Dat is natuurlijk wel... Een pre. Ja, ja, ja. Een ander project, wat denk ik toch leuk is om te benoemen, is de Pixel Shoe van Tida Zagagi.
Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is een jongen uit Israël die nog op de Design Academy studeert. Is nog student. Ja. En die heeft eigenlijk een klein mini-fabriekje ontwikkeld. Waarbij hij zeg maar de bezoeker of de koper van een schoen introduceert. Je kunt daar plaatsnemen op die stoel. Je krijgt een paar sokken aangetrokken. En daar wordt een zool omheen gevormd, helemaal op maat. Op je voet afgestemd. Ja, ja. Met plastics, smeltplastics, foamplastics, die heel snel de juiste stand innemen. En binnen een paar minuten heb je je schoen en loop je daarmee weg. En daarmee wil je eigenlijk aangeven dat die massa-industrie die we hebben, en die massa-consumptie ook, dat we die om zouden kunnen zetten naar maatwerk en naar eigenlijk massa-maatwerk. Dat je dat snel en eenvoudig kan doen. En ja, het is natuurlijk eigenlijk een soort van performance. Ja. Maar uiteindelijk zit daar echt heel veel in. Nou, en omdenken begint natuurlijk met, ja, met een performance. Een enorme gelaagdheid. Precies, geconfronteerd worden met je eigen vooroordelen. Dan je bedoel ik ons allemaal, zeg maar, hè, als samenleving. Je gaf al aan, dat was een heel traject eigenlijk al naartoe gewerkt naar de Dutch Design Week. Die kennis die daar vergaard is, hoe wordt die, zeg maar, hè, ik neem aan dat een groot deel ervan nog steeds bij ICSI te bezoeken is. Ja, nou, als je kijkt naar die hoofdtentoonstelling, dan is denk ik 3/4 alweer uit. Okay. En zijn weer nieuwe projecten ingekomen. Ah, dus je moet blijven gaan, zeg maar, naar ICSI. Het is elke maand weer anders, ja. Oké, okay. En dan waren jullie natuurlijk ook wel af en toe een tijdje dicht. Is er ook online een plek waar mensen de ambassade, zeg maar, kunnen bezoeken? Ja. Nou, WDE heeft zelf natuurlijk een website, maar rethinkingplastic.eu hebben we speciaal voor dit programma. Dus je eigen website? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan natuurlijk op de website van ICSI Expo, waar alles van... Is niet te missen, Expo, zeg maar. op het net. Maar wat zou je even kort kunnen beschrijven? Wat staat op rethinkingplastics.eu? Daar vind je eigenlijk de onderdelen binnen de hoofdtentoonstelling, maar ook de zijprogramma's, zoals lezingen, workshops, allerlei andere dingen die we organiseren. En dan hebben we een aantal verdiepingsprogramma's, waaronder het What If Lab, wat we met de TNO afgelopen jaar gedaan hebben. Komen we straks nog uitgebreid op het What If Lab? Het Rethinking Plastic House is daar een apart onderdeel van. En maar eigenlijk al die vier thema's, alle projecten die daar te zien waren en nu de nieuwe projecten in de hoofdtentoonstelling. Ja. En ze hebben ook heel veel online opgenomen in de tijden van corona. Dus dat je toch zeg maar allerlei interviews kan volgen. Dus het is eigenlijk best een... Ja, en het breidt zich natuurlijk steeds meer uit. Ja. Dus daar is altijd wel iets te vinden wat je... We zijn nog niet omgedacht. Nee. Voor nu, dankjewel Leone. Jij blijft erbij. Leone blijft erbij. Maar we zitten nog in het, hopelijk het staartje van een lockdown. Er is helaas aan deze plaats maar ruimte voor twee sprekers. Dus Leone zal nu naar een andere plek gaan. Hier in de ruimte. Nou, het is net iets meer dan 1,5 meter. Zij blijft bij het gesprek. En aan tafel zullen nu plaatsnemen twee ontwerpers. Tjeerd Veenhoven. Ik noemde hem al een beetje gekscherend. Maar er zit een kern van waarheid in. Mr. Bioplastic van Nederland. Hij doet allerlei projecten. Vandaag heel specifiek zijn algae fabrics. Dus algen en zeewier. En ook aan tafel zal komen Jessica den Hartog. En zij was maar liefst met twee projecten. Vertegenwoordigd in de ambassade. Welkom bij de Jessica, Tjeerd. Goed jullie te zien. Tjeerd, ik noemde jou Mr. Bio. Oké. Ik zal het nu niet meer doen. Dank je. Precies, wat verwachtingsmanagement. Maar het is natuurlijk, je bent al heel lang bezig met bioplastics en alternatieven voor plastic. Hè? Je hebt bijvoorbeeld palmleer gemaakt. Dat bioplastic, dat, misschien heette dat toen nog niet eens zo. Dat waren gewoon andere grondstoffen, zoals zetmeel, zoals inderdaad... cellulose, een ander soort polymeren waarmee we werkten. En op een gegeven moment wordt het onder de categorie bioplastics genoemd. Ja, ja. Aardappelzetmeel ook zetmeel, nog. Ja, heel veel, daar werkte ook heel veel mee. Ja. Ja. In de ambassade dit jaar was heel specifiek één project, de algae fabric, zeewier. Dat is toch een beetje de nieuwe buzz. Hè? Dat is de nieuwe buzz, maar het is ook een moeilijk project. Ja, ja, hoezo? Wat maakt nou, kijk, een beetje, dat is wel mooi. Dus als ontwerpers, wat je zegt, omdenken kunnen we heel erg goed. Dus ik denk dat eigenlijk alle ontwerpers wel het Eureka-moment op een gegeven moment hebben in bed. En dit wordt het nieuwe project op de Dutch Design Week. En met noeste arbeid en veel moed duiken we dan in. En het mooie is dat op een gegeven moment doe je dan onderzoek. En dan merk je dus dat je kennis tekort komt. Dus je moet steeds meer leren.
dan ben je, raak je ook bewust van de complexiteit. Wat je in het begin, ignorance is bliss, wat je nog niet door had. Ja, dat gaat de wereld redden. Maar gaandeweg kom je erachter dat het inderdaad echt verdomme moeilijk is. En dat het misschien daarom ook wel is dat het er nog niet is. Hè? Ja, ja. Natuurlijk, als ontwerper laat je nooit uit het veld slaan. Dus je gaat door. En dat doen wij ook. Dat doe ik ook. En wij spinnen nog steeds kleine hoeveelheden van dat alternatief katoen. Hè? Want het is eigenlijk een de cellulose uit algen, die lossen we op. En die spinnen we dan uit gewoon een spaghettipers. En die rekken we op tot een heel dun draadje krijgen. Even iets technisch. Maar hoe haal je die cellulose? Wat eigenlijk, je noemt net polymeren. Ja. Nou, dat is de synthetisch. Dat kun je synthetisch doen uit olie. Ja. Plastic maken. Je kunt die polymeren dus ook uit de natuur via halen. Cellulose uit wier halen. Ja. Hoe doe je dat? Ligt daar het probleem? Dat ligt ook wel een probleem. Want in principe heb je daar vrij conventionele chemie voor nodig. Waarbij je dus de structuur van de plant afbreekt. Waardoor de cellulose kan scheiden. Dat is chemisch. Dat kun je wel circulair doen. Ja. Nou, dat is ook wel interessant. Want bijna alles, ook wat de bioplastic mensen doen, is nog steeds chemisch. Alleen het is circulair of beheersbaar. Hè. Dus het feit dat iets chemisch is, dat zegt nog eigenlijk niet zoveel over het dan ook schadelijk is. Nee. Maar, dus wij halen dan die cellulose eruit. Maar inderdaad, dat proces dat is nog niet zo ecologisch verantwoord als je zou willen. Nee. Dus enzymatisch scheiden, en dat gaan we straks ook horen. Nou, dat horen we al. Dus met de natuur werken kun je dus kijken of jij dankzij enzymen, specifieke enzymen, bijvoorbeeld de lignine helemaal kan afbreken, waardoor de cellulose overblijft, of de hemicellulose. Ja. En zo kun je dan zo'n product gaan ontleden. Zo'n grondstof, daar wordt het al beter van. Ja. En dat kan ook naast alg dan ook met andere houtsoorten natuurlijk. Ja. Oké. Nou, dan heb je dus die sliert. Ja. Dat is al min of meer een ruwe vorm van een bioplastic, neem ik aan. Ja. Heeft dat uiteindelijk, raffineer je dat nog verder tot gewoon een bioplastic? Ja. Doet dat onder voor polypropyleen, polyethyleen en alle andere poly... Nou, deze die lijkt het meest op een ordinaire katoen eigenlijk. Dus dat is dus wonderbaarlijk materiaal natuurlijk. Ja. Bioplastic wat eigenlijk weer katoen is. Ja, dus uiteindelijk is cellulose gewoon een grondstof. En dat is ook een biopolymeer van moeder natuur. En die gebruiken we dan om een artificiële katoen te maken. En dat is van een, ik denk zelfs van een potentie van een hoogwaardigere kwaliteit. Ja, de artificiële dan de natuurlijke. Omdat je natuurlijk dat helemaal kan engineeren als je dat precies zou willen. Ja. Maar het is op dit moment veel te duur. Dus dat is nog een probleem, zeg maar. Precies. Hoe schoon is het maakproces? Mm. Nou, dan heb je het wellicht helemaal schoon. Ja. Dan is het nog de prijs. Hoeveel keer duurder is het dan? 5 keer. Oké. Dat is veel te duur. Dat is wel precies. Dan breng je het bij de andere discussie. Dan krijg je die life cycle assessment. Hè? Dus de analyse. Hoe duurzaam is het proces nou? En als het nou 5 keer duurzamer is dan conventionele katoen, is het dan ook toelaatbaar dat het 5 keer duurder is in prijs. Dus die LCA, de life cycle assessment, die gaat steeds zwaarder wegen in productieprocessen. In onze producten die wij gebruiken. Ook in de mode-industrie. Want daar had Leon het al over. Ja. Ik werk toch het meest met de mode-industrie. Ja. Om te kijken of we daar alle plastics een alternatief voor kunnen verzinnen. Het is natuurlijk een van de grootste vervuilers naar de bouw. Is denk ik toch, als het aankomt op plastics. Ja. Het gebied van plastics is de mode wel een van de grote... Nou, het erge met mode is ook een nabewerking van textiel. Hè, om de specificatie van een stuk textiel te optimaliseren. Daar gaan heel veel additieven in. En die zijn heel moeilijk eruit te halen of te filteren. Dus de basisgrondstof is duurzaam. Ja. Het eindproduct is duurzaam. Maar die hele tussenfase van hoe dat gewonnen wordt, viscose. Ja, viscose bijvoorbeeld. Is natuurlijk een schoon product, maar die productie... Ik werd gebeld door de TU, ik ga haar naam van Louise de Laat, die manager van Ecomotive, die gaat met 50 studenten dan weer een nieuwe auto ontwikkelen. En ze vroeg mij, kunnen we algentextiel dan als bekleding gebruiken? En echt, denk ik van, nou, dat is wel mooi. Ja. Maar aan de andere kant denk ik van, waarom nemen we geen polyester? Want polyester kun je prima recyclen. En een auto is een fantastisch recycled product. Dus je kunt de stikstof van polyester, alles kun je van polyester maken. Dan kun je goed recyclen. Dus ik vind het moeilijk om dan die van origine organische materiaal, die biopolymeren, dan te introduceren. Terwijl we eigenlijk zulke mooie polyesters hebben. Die je eigenlijk toch ook heel goed kan recyclen. En die heel duurzaam en lang meegaan. Ja. Ja. Ik ben benieuwd, Leonne. Welke van de 4 thema's zat Tjeerd?
Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. Nou ja, ik zat te denken, je had het einde ook over nieuwe grondstoffen en nieuwe vormen van plastic. Ja, ik zou Tjeerd wel in alle thema's willen stoppen. Ja. Maar we hebben gekeken wat het dichtste bij jou ligt, Tjeerd. Ja. Maar in principe kan dat natuurlijk ook in echter toekomst denken. Daar past het ook 100% zeker weten. Ja. Ja. Hoe schat jij de potentie in? Hè? Want Tjeerd ziet het toch, en misschien is dat ook Tjeerd eigen, of in ieder geval de ontwerper eigen, om ook kritisch te blijven op de eigen werk. Hoe zie jij de potentie van wat Tjeerd doet, die algen, ja, ik denk dat Tjeerd echt een pionier is. En al zolang als ik hem ken daarmee bezig is. En wat natuurlijk in het begin heel erg moeilijk is, omdat heel dat gebied nog ontgonnen moet worden. Maar je hebt altijd pioniers nodig en altijd mensen die zeg maar de weg vrijbanen. En ik denk dat jij daar een prachtig voorbeeld in bent. Ja, de methodiek, inderdaad, hoe moet je dit nou doen? Dat is iets waar ik met veel plezier... Leg je dat vast, zeg maar? Wordt dat gepatenteerd of is dat open source? De methodes zijn open source. Als ik mazzel heb, mag ik dit jaar zelfs beginnen met mijn PhD op dat gebied. Om Dan ben je wel echt mister. Ja, dat gaat over methodiek. Dat gaat inderdaad over van wat de rol van ontwerpers in transities is. En hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan transities en dat kunnen versnellen. En dat is machtig interessant. En ik denk dat we echt daar een cruciaal rol in vervullen. Ook omdat wij de klappen kunnen incasseren. Maar jij doet dit onderzoek, zeg maar, doe je dit helemaal alleen? Of wat voor partijen werk je daarin samen? Nou, ik mag heel blij zijn dat ik een kleine dienstbetrekking heb bij het lectoraat in Artes van Technical Design van Jeroen van de Einde. Dus de academie misschien. Dus daar mogen we ook met de WUR samenwerken, wat ook heel fijn is. Ja, de WUR is de Universiteit in Wageningen. Inderdaad, ja, de Techniek-Universiteit in Delft. Dus er zijn waar ik een van de mensen ben die daaraan werken. Dus maar dat zijn zeg maar toch de wetenschappelijke instituten. Werk je ook samen met merken of industrie of producenten? En op welke schaal? Welk niveau? Nou, we hebben bijvoorbeeld nu, dat laatste voorbeeld, denk ik, we hebben dan het duurzaam kleuren met tulpen. Dat hebben we gedaan. Dus die tulpenkuppen oogsten, pigment van maken. En dat is dit jaar dus verbonden aan een groot merk. En die heeft rechtstreeks bij de boer dat pigment ingekocht. Dus daar zit ik als ontwerper niet meer tussen. Dus de boer weet wat hij moet doen. Die handelt. Beter misschien toch? Dat is precies wat moet hebben. Want dat is de waardeketen opgestart waarbij jij die rol niet meer hoeft te vervullen. Nee, je moet, je kan je percentage wel pakken. Ik hoorde net, jij bent die aanjager toch? Dat hoor ik net. Maar uiteindelijk moet dat soort waardeketens natuurlijk zelf kunnen doorstaan. Zonder dat er altijd iemand aan loopt te trekken. Dus dit principe lijkt dan te werken. En zo hoop je dat bij meerdere van dat initiatieven dat een merk of een bedrijf denkt van, nou, wij zien hier gewoon een functie. Ja. We gaan het doen. Spelen jullie, Leone, ik kijk weer even naar jou, als ambassade daar ook een actieve rol in om die bedrijven... Zeker, ja. Hoe dan? Ja. Nou, we willen natuurlijk heel erg stimuleren om dat bij elkaar te brengen. Dus we proberen daar challenges op uit te zetten. En dat bedrijfsleven te motiveren en te enthousiasmeren. Hoe en ziet zo'n challenge eruit dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat wisselt per project. Maar bijvoorbeeld het verhaal van TNO, dat hebben we echt gegoten in een what-if lab. Waarbij we dus op zoek zijn gegaan naar 3 ontwerpbureaus. En die echt direct gekoppeld aan de vraagstelling van TNO Torwash. En dan komt er zeg maar een proces op gang. En dan krijgen zij dus ook de input van die creatieve industrie. Dus een bedrijf kan zeg maar, ik noem maar wat, een onderbroekenfabrikant die denkt van dat is misschien wel wat, een onderbroek van Zeewier. Die dropt hem bij jullie en dan gaan jullie zeggen van nou, dan moet je bijvoorbeeld bij Tjeerd Veenhoven zijn of nog 2 of 3 anderen. Maar en zo stellen jullie eigenlijk even zo'n tijdelijke denktank samen. Ja, ik denk dat wij het voordeel hebben dat we zeg maar zowel die industriekant kennen als de ontwerpende kant. En dat zijn er misschien niet zo heel erg veel. Dus zo'n zeg maar matchmaking is best wel heel belangrijk. En ook op het moment dat ze aan elkaar zeg maar voorgesteld zijn, dan wil dat nog niet altijd zeggen dat dat soepeltjes loopt. Want het zijn natuurlijk vaak twee verschillende niveaus die met elkaar aan het praten zijn. Ja. Dus het is, je ziet ook best vaak van, nou oké, dan gaan die aan de slag met elkaar. En dan komt er iets uit en dan zegt die industrie of dat bedrijfsleven toch nog snel van, ja, leuk, maar... 5 keer te duur. Ja, dat kan niet. En, partnerselectie, dus, en dat is wel een van de moeilijkste... Ja, en dan is het echt belangrijk om van beide partijen, zeg maar, dat in te zien van, oké, als we nou dit doen, dan werkt het wel, of...
Maar daar worden we steeds behendiger in, toch? Ik bedoel, dat is steeds... Dat oefenen we met z'n allen en dat wordt wel makkelijker. En wij bedoel je ook de bedrijven? Ook de bedrijven, jazeker. Ja. Maar ook zo'n TU Eindhoven, die dan zo'n fantastisch project doet, waar allemaal bedrijven bij aansluiten. Ja, dat is natuurlijk te gek dat zo'n opleiding dat doet. Je loopt al even mee. We hebben elkaar al lange tijd geleden ook al eens gesproken. Ja. Toen was het volgens mij toen nog met aardappelzetmeel. Ja, dat kan. Ja. Heb jij, slotvraag, zeg maar, in al die tijd een verandering gezien bij dat bedrijfsleven? Dat er toch ergens... We zitten hier om te kijken van kunnen we omdenken, kunnen we herontwerpen, kunnen we andere manier produceren. Is daar al iets gebeurd? Hè? Bij de ontwerpers volop, maar ook aan de andere kant? Ja, zeker. En keteninnovatie, dat is iets wat nu echt tot stand komt. Dat dus niet alleen maar één partij gemotiveerd is om iets te doen, maar ze trekken dan de hele keten erbij. Ja. We proberen regionaal produceren ook weer op te starten natuurlijk, van begin tot einde, grondstoffenanalyses. Ik ben daar heel positief in. Ik weet hoe lang de weg is en ik weet hoeveel er nog misgaat. Maar wel degelijk zie ik daar verandering in. Het zijn niet meer een aantal eindselgangers die dat doen. Nee. Het mooie is ook, als je er niet mee bezig bent, dan komt er een moment dat je echt een tik op je vingers krijgt. Want het is ook echt not done. Je moet een sustainability officer hebben. Je moet een agenda hebben hiervoor. En hoeveel je daar dan instopt en hoe serieus neemt, dat is dan misschien... Maar je moet echt aan de slag gaan. Dus, en dit soort projecten zoals die... Dit soort ambassades en ook een What If Lab. Al die bedrijven komen naar de Design Week, die zien dat. Ja. Ze weten vaak wel van, oké, we moeten gaan veranderen. Maar hoe dan? En dat hoe dan, dat is natuurlijk heel fijn om te onderzoeken met ontwerpers. Ja, dat is natuurlijk ook een creatief, creatief proces. Out of the box denken en anders. Ik kan me ook voorstellen, als jij een bedrijf hebt, je hebt het altijd op een bepaalde manier gedaan, dat het ook heel moeilijk is om die zijpaden te zien. En iemand van buitenaf kan dat sowieso vaak al veel beter analyseren en zien. Ja. En, ik denk dat een ontwerper tegenwoordig daar ook veel meer voor wordt opgeleid. Dat je niet meer een ontwerpers waren vroeger misschien iets meer degene die een eindproces mooi jasje om iets heen trokken. Maar nu worden ze natuurlijk veel meer al aan de voorkant bij het hele proces betrokken. En dat heeft enorme meerwaarde. Ik ga dat meteen even testen. Jessica. Hi. Jessica den Hartog aan tafel ook. Wanneer ben je afgestudeerd? 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Ja. Ben jij, klopt dit wat Leonne zegt, ben jij al meer getraind om niet alleen maar te denken in... afvalproducten, maar om te denken in een proces en een procedé en een grondstof en hoe je die toepast? Ja, ik denk het wel. Ook omdat je tijdens je afstuderen dus je eigen project mag samenstellen of je eigen werkwijze. Dat je op die manier wel echt die weg ook vrijmaakt van hoe jij het ziet of hoe je daarin kan toevoegen. En ook voor mij binnen de opleiding was het dan sieraad en productvormgeving. In Maastricht dan, neem ik aan? Ja, precies. In Maastricht, op de kunstacademie. Terwijl ik meer met een materiaalonderzoek ben afgestudeerd. Ja, ja. Dus ik denk wel dat die wegen heel vrij zijn van... welke positie neem jij? Wat wil jij toevoegen als ontwerper? Dat er wel steeds meer aan... Die rol van welke rol wil je innemen als ontwerper en in een transitie. Waar ging jouw materiaalonderzoek over? Over plastics ook? Eigenlijk gedurende de weg op de kunstacademie, als ik de mogelijkheid had, koos ik vaak voor het materiaal plastic. En ik dacht, als ik dat mijn hele leven lang nog heel veel ga doen, dan wil ik dat wel zo duurzaam mogelijk. Dus toen heb ik mezelf eigenlijk de vraag gesteld, waarom is dat zo moeilijk? Waarom... is er nog zo weinig keuze binnen gerecycled plastic? En, dus je hebt jezelf getraind in omdenken, zeg maar. Ik denk het wel, ja. Ja. En toen ben ik bij verschillende bedrijven langs gegaan, industriële partijen, van hoe werkt dat recyclen? En toen ben ik ook begonnen met 1 baal plastic. Dus dat was gesorteerd op 1 type, type HDPE. En er zat heel veel kleur in. En eigenlijk dat was het startpunt, want kleur verdwijnt grotendeels wanneer het wordt gerecycled. Ja. En voor mij als ontwerper is kleur de basis waarmee je aan de slag kan. Ja. En toen ben ik zelf op kleur gaan recyclen. Ja, oké. Dus kleur speelt een grote rol. Ja, kleur speelt... Ik denk daarbij meteen aan jouw project Remade Textiles, wat je liet zien in de ambassade, in de Embassy of Rethinking Plastics. Leg even kort uit wat het project was en waartoe, zeg maar, wat het concept en het idee daarachter was? Ja, voor mij heb ik het kader om altijd met plastic afval te werken. Maar je hebt natuurlijk zoveel verschillende soorten plastic afval. En toen ik 2 jaar geleden een Artisan Residence deed in Tilburg,
Toen was het echt het idee dat de mensen vanuit die buurt dus ook zelf konden gaan recyclen op het lab daar. Maar dat ze ook deels mee naar huis konden nemen, dat ze thuis ook verder aan de slag konden gaan. En toen zijn we dus juist heel erg met plastic tasjes, fruitnetten, echt op die trend. Ja, omdat mensen dan nog veel in huis hebben, ja, zeker. Nee, aan de slag gegaan. En door middel van textieltechnieken zijn we gaan kijken van hoe kan ik daar composities op maken of weven. Of dat je echt daar ook weer met die kleuren gaat spelen. Maar het was zeg maar gewoon autonome werkjes, zeg maar. Ja. Schilderijtjes. Ja, het zijn inderdaad allemaal materiaal, samples op zich. Kleurcomposities. Met verschillende materialen, verschillende kleuren. Ja. Zo'n Mondriaan-achtige composities stel ik me dan voor. Maar dan heel anders. Maar dat idee. Ja. Ik check even bij Leonne. Welke van de hoofdlijn viel dit project, Remade Textiles? Dat zit in recycling. Recycling. Ja. Ja, precies. Ja. En die had nog een project. Ja. En dat was Chrysalis. Ja. Zeg ik het goed? Ja, je zegt het goed. Ja. En wat voor een project was dat? Dat is een project samen met Michelle Baggerman. Zij is iemand die heel veel van textiel af weet. En daar ook heel erg een streven heeft van hoe de dingen die we doen, kan dat ook duurzamer. En wij kwamen elkaar een keer tegen op een lezing en we zagen heel veel vergelijkingsmateriaal. Dus we wilden ook juist heel graag samen een project doen vanuit plastic afval. En toen kwamen we ook op de Gemmelot campus en daar hebben ze dus ook een lab voor het Aken Maastricht Instituut voor Biobased Materials. Dus die zijn voornamelijk wel op de biobased materials. Ja. Maar omdat dit ook te maken heeft met duurzaamheid, nieuwe mogelijkheden zoeken in materialen, gingen we samenwerken en zijn we echt gaan kijken van kunnen we vanuit plastic afval wat gesorteerd wordt binnen de industrie, kunnen we daar garens van maken? Ja, ja. En, dat is natuurlijk de tweede vraag. Ja, nou je ziet bijvoorbeeld met het materiaal van PET, hè, plastic afval, daarin zie je dat eigenlijk al heel veel. En dat was juist de reden waarom we niet voor PET gingen, maar voor een ander type plastic. Ja, dat kan om te al, kijken van wat kunnen we daarmee? En ik zou iets meer kunnen uitleggen waar we dat vinden, dat type plastic? Wat voor soort plastic is dat? Dat type plastic hebben we eigenlijk dagelijks wel veel in onze handen. Dus dat is het type waar je bijvoorbeeld ook je shampoo in zit of je schoonmaakmiddelen. Een beetje dat hardere plastic. Ja, en welke naam was dat? HDPE. HDPE. Ja. Dat is zeg maar de polytitulieen of achtige. Je had het net over polyethylene. Die naam, ja precies, nou ja, zoiets. Ja, en dit is een high density, dus een hoge kwaliteit van die polyethylene. Ja. Oké. En wat betekent dat high density? Dat het nog moeilijker te recyclen is? Of nou, dat niet zozeer, maar wel gewoon een hogere kwaliteit. Je hebt ook LDPE, dat is een lagere kwaliteit. Dat zijn bijvoorbeeld plastic tassen. Ja, ja. Maar dit heeft al een hoge kwaliteit. En hoe maak je daar draden van dan? Dat lijkt me dan, als je eenmaal een draad hebt, kan ik me wel weer voorstellen dat je daar of een stoelbekleding of misschien wel een jas van kunt maken. Maar hoe krijg je dat tot een draad? Ja, zoals je op de afbeelding inderdaad ziet, zijn het granulaatkorrels. Dus het plastic afval is omgesmolten. En die korrels die gooi je in een machine, wat inderdaad ook een beetje lijkt op een spaghetti. waar ze spaghetti mee maken. Is dat het eigenlijk door middel van een schroef ook verwarmd wordt en wordt het naar voren gedrukt. En door een nozzle smelt het, wat ook weer de dikte bepaalt. En doordat je het weer opwindt op een koon, bepaal je dus ook de snelheid bepalen en dus de dikte. Nou, het klinkt als gewoon wolspinnen. Ja. Toch? Ja, bij wol heb je wel heel erg vezels. En dat heb tuurlijk, je natuurlijk bij plastic niet. Maar eigenlijk hetzelfde idee van je rekt het, je spint het en dan krijg je draden. Zijn jullie al zover dat je er ook toepassingen voor hebt? Ook dit is een heel lange weg. Oké, hoeveel keer duurder is het? Dat weten we nog niet. Okay. Maar, ben jij al iets verder? Ja, ik denk het wel. Ja. maar we hadden vanuit het simuleringsfonds een subsidie gekregen. Dus we zijn vanuit daar een aantal dagen op het lab geweest om te kijken wat kunnen we met zo'n materiaal. Is het überhaupt mogelijk om er een gaar van te maken? Dus op dit moment hebben we een garen en dus het is mogelijk, het kan. Ja. Maar de uitdaging ligt het nog wel, die ligt echt in de snelheid. Wanneer breekt het niet? Ja, gewoon het materiaal nog beter. Ja. Het materiaal testen op toepasbaarheid en welke toepassingen. Ja. En nu werken je hebt op het lab verschillende
machines zeg maar in grootte. Dus nu werken we nog op een relatief kleine. Dus wil je echt naar de industrie, dan moet je nog natuurlijk veel sneller produceren. Dus daar ligt de uitdaging. Maar dan moet je ook steeds meer met die industrie gaan samenwerken, toch? Ja, precies. Dus dan hebben we ook andere partijen nodig. Vecht dit grote aanpassingen? Ik bedoel, we hebben het over de industrie. Moet hier een nieuw bedrijf voor worden begonnen? Of kan het binnen de producent van dat plastic? Of moet het bij een afvalverwerker? Of ik weet niet of het per se of er nieuwe bedrijven voor nodig zijn. Ik denk dat dat niet per se hoeft. Ik denk dat de machines en zo er ook zijn. Maar ik denk dat het vooral ligt aan de initiatieven van mensen die zich echt hiervoor in willen zetten. Om dus met elkaar die kennis te ontwikkelen. Om het waar te maken. Ja, het vergt nog wel enige input en energie en toewijding om dit nog die stap verder te krijgen. Ja, eigenlijk ook dat pionieren waar we het net over hadden, dat is dit ook. Ja. Ik denk dat je toch echt binnen zo'n recycle-industrie, daar moeten heel veel stappen gezet worden. En dat is ook heel leuk, maar de weg is lang. Maar en ik kan me voorstellen dat het ook nog wel te maken heeft. Kijk, een shampoo, er zit shampoo in, je gooit het weg, het is een verpakking. Maar als je diezelfde shampoofles is van aluminium, zijn mensen al meer van, wauw, dit is best wel een belangrijke grondstof of hout. Maar bij plastic is er iets van, er wordt ook nog zo snel gedacht dat het gewoon afval is, die associatie. Is terwijl als je het ziet, het is een prachtige draad. Waarom zou je daar niet een stoere jas van kunnen maken of een stoel bekleden of iets? Ja, inderdaad, bij een glas of een metaal hebben we inderdaad veel meer waarde aan zo'n materiaal. Terwijl bij plastic, het gaat heel lang mee, dus het kan wel die waarde echt krijgen. Het is echt de manier waarop we het inzetten of gebruiken. Oké. Ik moet de vraag toch stellen, tot slot. In een optimistisch scenario, hoe lang zou het duren voordat we daadwerkelijk dus die toepassing... En dan mag je, we mogen hier best een beetje dromen aan tafel. Het is tenslotte nog een beetje de Design Week. Maar in een optimistisch scenario, wanneer zou dit gewoon ergens zo'n machine staan die draden maakt, die naar verschillende bedrijven gaan die er dan weer producten van maken? Ik denk wel een aantal jaar. Een aantal? Ja. 2, 5. Ik vraag het ook aan jou, Tjeerd. Hoe lang duurt het nog voordat ik hier een mooie sweater aan heb van mijn ogen? Ja, ik denk ook niet zozeer dat je... Nee, dat was met Tjeerd, sorry. De sweater zie ik nog niet helemaal voor. Nee, het is echt een ander type garen. Nee, stoere jas. Dat is een beetje wat ik ook nog wel vraag aan je. Ja. Inderdaad, want dit is niet geschikt al op je lijf te dragen. Nee. Is het dan ook zo dat je een andere productcategorie bezoekt, zoals automat of washandjes, scrubs, dingetjes? Aan de microfoon. Oh, je moet in de microfoon. Ik moet aan de microfoon. Ik was al naar achteren gezakt. De vraag is, heb je een andere productcategorie in gedachten, behalve dus kleding? Is het dan de scrub handschoenen of automatten? Heb je daarover nagedacht? Ja, we willen eigenlijk dus de eindfunctie nog niet invullen. Omdat we binnen de industrie heel vaak merken van, hier willen we naartoe werken. Dit zijn de eisen waar het aan moet voldoen qua garen. Ja, en we willen eigenlijk omdraaien. Ja. Dus we willen kijken van, hoe ver kunnen we gaan met dat garen? Wat zijn de hoogste kwaliteiten die we kunnen halen? Ja. En wat voor soort producten horen daarbij? Ja. Dus we denken inderdaad niet zozeer aan kleding, omdat daar het materiaal gewoon zich niet aan verleent. Nee, precies. Je moet ook het materiaal toepassen waarvoor het geschikt is. Ja, maar dat kunnen ook wel een tapijt of een bekleding van iets, of misschien buitennetten met de bouw. Of, daar kan je heel breed denken. Nou, fijn dat... Tot slot, want de tijd drijft ons voort. Tjeerd, optimistisch scenario. Hoe lang duurt het voordat ik een sweater van algen... katoen, ik noem het mij even zo. 2 jaar durf ik nu. 2 jaar, oké. Dan zien we elkaar over 2 jaar weer aan deze tafel. Een t-shirt kun je krijgen. Op een t-shirt doe ik het voor over 2 jaar. Jessica, Tjeerd, dank voor jullie bijdrage. Toch even, voor de mensen die er niet waren. Hoe zag het eruit? De ambassade tijdens de Dutch Design Week. We laten jullie het zien in een kort filmpje. Welkom bij de Embassy of Rethinking Plastic. We staan hier bij Rethinking Plastic Academy, waar we verschillende ontwerpers de kans gegeven hebben om speciaal werk te maken in het thema Rethinking Plastic. En Stokroos heeft daar bijgedragen, dat is een fonds om kunstenaars en ontwerpers te stimuleren.
Het zijn 5 ontwerpers uit het ICSI Expo Young Talent Team. Ze hebben op totaal verschillende manieren gekeken naar hoe je met plastic om kan gaan. Een voorbeeld is Suwan Chai, die Okra Gela heeft verder uitontwikkeld. Ja, dat is eigenlijk een soort van biomateriaal met allemaal natuurlijke ingrediënten, wat een ontzettend mooie plastic vervanger is. Naast dit project zijn ook nog vele andere projecten te zien, dus kom vooral kijken. Welkom terug aan tafel in Pakhuis de Zwijger bij World Design Embassies. En vandaag dus Rethinking Plastic. Hoe kunnen we anders nadenken over plastic? Hoe kunnen we een andere relatie met plastic opbouwen? Net zaten de ontwerpers, de voorhoede zeg maar, de pioniers. En nu aan tafel wat meer de industriekant en ook TNO is maar een verlengde, of niet een verlengde, maar een zijspoor van de industrie waar getest wordt, waar gekeken wordt van oké, en hoe kan het nu? Wat is de kwaliteit van het materiaal? Jan Pels van TNO. Ik kom zo bij jou. Ik ga eerst naar Lia. Lia Voermans van Brighton Schemmelet Campus. De naam viel net al in het project van Jessica den Hartog. Jullie werken veel samen, of nee? Vertel eerst even heel kort wat het is, Brighton Schemmelet Campus. Brighton Schemmelet Campus is Schemmelot. Ja, je hebt het. We hebben echt geoefend, maar Probeer in de microfoon. Ja. Brighton Schemmelet Campus is een campus waar zo'n 5000 man rondloopt. En je zit niet goed in beeld. Je zit een klein stukje. Oh, ik moet zo. Die kant op gaat. Nee, de andere kant op. Welke kant wil je? Zo. Zo? Yes. Ja. Kijk. Laat je niet in de war brengen hoor. Het ik is laat mijn me camera. Niet in de war brengen. Nee, zeker niet. Ik vind het veel te leuk dat ik bij je aan tafel ben. Hartstikke goed. Schemmelet Brightlands Campus. Brightlands Schemmelet Campus. We doen het straks nog een keer. Het is een campus van waar 5000 man rondlopen. Daar zitten onderzoeksinstituten. Ja. Zoals TNO, Brightside, Brightest Materials Center, AMIBM, waar Jessica het net over had op Biobased. Ja. Dus we zitten op procestechnologieonderzoek, materialenonderzoek. En biobased onderzoek. Ik hoor allerlei zaken daarnet dat ik dacht, daar zit relatie, lignine, cheertje moet komen, zit een groot bedrijf wat met lignine werkt. Nou, bij deze, het staat op film, ja, dus precies. Dat gaat gebeuren. Dus er zitten onderzoeksinstituten, kennisinstituten, educatie zit er. Maar ook gewoon bedrijven? Ja, daar kom ik. Educatie zit bijvoorbeeld Chill, is een Innovation Learning Lab waar juist MKB'ers een vraag weg kunnen leggen waar met studenten van MBO, HBO en universiteit. Universiteit Maastricht is aangesloten, HBO's en MBO's. Samen die projecten uitwerken. En dat is verdomd interessant, want je hebt gelijk je talentontwikkeling. Dat is een learning community. En daarnaast zitten er inderdaad iets van 80 verschillende bedrijven. Van start-ups tot scale-ups tot waar dus alle verschillende grote, de grote jongens gericht op opschaling. Ja. Wat wij doen, en dat is vrij uniek, op chemie en materialen en biomedisch, is tussen wetenschap en commercialisatie, dat stuk, dat pakken wij, opschalen, toepassen. Ja. Dat is de name of the game, op chemie materialen. We werken ook met Eindhoven samen op high-tech. We werken met Wageningen samen, op food. Er zitten 4 verschillende van dat soort campus in Limburg. Op health, chemie materialen, digitalisering en op voedsel. En dat is een uniek ecosysteem. En ik kom uit Brabant, maar ik rijd met genoegen die kant steeds op, want daar gebeurt enorm veel. En wij zijn verder aan het uitwerken op circulariteit en duurzaamheid. Het Bright Circular Space verhaal. En dat is heel interessant om hierover te praten. Ja. Dat is ook de connectie met de Dutch Design Week. Exact, daar wilde ik vooral naartoe. Ik wist het. Die connectie met... Ja. Wat was jullie deelname aan specifiek deze embassy of Rethinking Plastic? Ja, het Rethinking Plastic House. Oké. Okay. Daar hebben we Connect, omdat innovatie, want dat zijn wij heel de dag aan het doen binnen die chemie materialen. Innovatie zit op, nou ja, Tjeerd zei het ook al, het zit op de hele waardeketen maken. Ja. En daar moet je dus diversiteit aan ontmoetingen organiseren. Innovatie zit op breukvlak van netwerken. Ja, ja. Het is niet meer een industrie maakt een product en zet het op de markt. Nee. Dat kan je inderdaad niet meer maken over een paar jaar. Als je dat blijft doen, ben je oud. Ja. Dan speel je niet meer mee. Het gaat om nieuwe dingen. Even gewoon praktisch. Was het een heel huis? Was het met een deur en een badkamer? En voorstellen bij dat huis? Als je er binnen stond er was er echt een bed. Je ziet even hier
een foto ervan. Er stond een bed, een bureau, een eettafel, de kleding hing er. Het was alsof je in een huis was. En alles van plastic? Gerecyclede materialen. Gerecyclede materialen. En plastics. Vooral gerecyclede plastics van bedrijven die bij ons op de campus en op de site aanwezig zijn. Want er zit ook een grote industrie-site van 800 hectare. Daar zitten hele grote jongens op. Dat zijn de commerciële jongens. Ja, ja. En, nou, die hebben we ook nodig. Die hebben zeker hard nodig. Ja. En die willen ook mee gaan doen. En voor ons is dat een belangrijke stap om met de designers binnen het Brighton Circular Space verhaal connect te maken. Ja. Want we gaan het hele spel van het binnenhalen van het nieuwe grondstoffen, afval, kleding, et cetera, mixed plastics, opwerken naar nieuwe grondstof binnen dat Brighton Circular Space. Mechanisch en chemisch recyclen, daar zitten de connecties met de deskundigen op materialen. Die dan komen van hoe ziet het materiaal eruit wat eruit komt, de grondstof. En wat voor soort nieuwe materialen maken we ervan? Nou, daar komen we bij Torbas bijvoorbeeld in de buurt. Ja. En die designers, we hebben analisten op materialen nodig. We hebben de brand owners nodig. We hebben onderzoekers nodig. We hebben designers nodig. Die komen overal in die keten. In het makerspace verhaal. Dus dat binnen dat Brighton Circular Space zit ook een gebouw. Waar dus die het Experience Center, waar dat allemaal samenkomt. Dus dat is een heel closed loop aanpak die we hebben. Die uniek maar heel is. Dicht op zowel die praktijk, die grote alles bedrijven. Alles bij elkaar brengen. Als de ontwerpende pioniers. Apparatuur die van oude die nodig is. Draden maken. Ja, apparatuur die nodig is. Dat Jessica een stap verder kan zetten in vanuit het lab naar opschaling. Ja. Richting kijken of je het zo kunt opschalen dat het commercieel kan worden. Jullie brengen het omdenken, het rethinking in de praktijk. Echt het doen. Jan Pels van TNO, welkom aan tafel. Schuif aan in het midden van de microfoon. In het midden van de microfoon. Ja, het is nog even wennen. Het is nog even wennen, al die microfoons en camera's. Vergeet ze gewoon. Jan, want vertel, de naam viel de Torwash. Wat is het? Torwash is klinkt als een wasmachine. Ja, het klinkt als een wasmachine, maar het is eigenlijk een proces waarmee je moleculen omzet. Het is ooit begonnen binnen TNO om biomassa naar brandstof op te werken. En we hebben voor de lol eens een keer geprobeerd. Wat doet het nou ook met bioafbreekbare plastics? En ja, eigenlijk gewoon, zo werkt dat met TNO. Laten we dus plastic ingooien en kijken wat er gebeurt. Het mag eigenlijk niet, maar we doen het dus gewoon wel. En er is ook een soort interne wedstrijd geweest, een ideeënwedstrijd. En daar hebben we aan meegedaan. Hebben we een van de mogelijkheden gekregen om zo'n seed project te doen. Ja. Waarom, leg mij eerst uit, waarom moet bioplastic eerst nog in een torwasje voordat je het kunt recyclen? Bioplastic, dat kun je ook gewoon recyclen, gewoon wassen en omsmelten en terug, dat kan. Ja. Maar als je dat dus een complex materiaal hebt en of het is vervuild, dan is dat is dat echt lastig. En torwash die brengt dit biologisch afbreekbaar plastic terug naar de oorspronkelijke moleculen. En die lost het op in water en dan kun je het er zo heel makkelijk als een vloeistof uithalen. Ja. En dan weer opnieuw terug het hele proces in waarin je bijvoorbeeld PLA, polymelkzuur, maakt. Ja. En dan bouw je molecuul voor molecuul weer precies origineel plastic op. Dus van dat flesje, houd nog even omhoog. Ja. Dit flesje wordt gewoon straks weer plastic, bioplastic. Ja, je moet het even een beetje opzuiveren en indikken en dan kun je er weer melkzuur van maken. En van dat melkzuur weer polymelkzuur. Dus dan heb je originele virgin plastic weer terug. Ja, ja, ja. Maar ik stel me bijna een beetje voor dat het is een soort super shredder, zo'n torwash. Het is vooral een super snelkookpan. Precies. Ja, het is een snelkookpan waarbij je dus helemaal echt alles afbreekt. Tot op de moleculen na. Tot op de moleculen. En wat moet je erin doen, zeg maar? Hoe schoon moet het plastic zijn en de producten die je daarin doet? Nou, het hoeft dus niet echt schoon te zijn. En dat is het verschil met heel veel andere manieren van recyclen. Waarbij je als je het omsmelt, dan mogen er geen vervuilingen in zitten. Nee, dat is een heel groot probleem bij recyclen. Ja. Dat vervuilde plastic of verschillende soorten plastic of metaal of gelijmd. Precies, maar alles wat dus... Kijk, het kan tegen 170, ongeveer 170 graden, 175 graden onder water in de snelkookpan. En materialen die daar niet tegen kunnen, die moet je er beter niet in stoppen. Maar heel veel materialen kunnen er wel tegen. Dus gewoon polyethyleen kan er tegen, PET kan er tegen, staal. En dat kun je er allemaal in hebben. Maar ook gewoon etensresten die verkolen. En die kun je er als koolstof uithalen. Dat zakt gewoon naar de bodem. Ja. Dat kun je affilteren. Dus op de bodem haal je de staal en de koolstof eruit. Ja. En van de bovenkant, daar drijven de polyethyleen druppels, die allemaal gesmolten en weer gestold zijn.
En daartussenin heb je dus een oplossing, een waterige oplossing voor melkzuur. Ja. En die kun je dus op deze manier... Ik zie hier bijvoorbeeld een lamp. Ja. Heb jij meegenomen? Dit is, neem ik aan, een lamp van bioplastic. Ja, deze is van PLA. Maar in die lamp zit een metaalelementje. Er zitten ledjes in. Dit kun je in zijn geheel in de tolwas doen. Ja, ja, dat stop je in zo'n autoclaaf. En wat je er dan overhoudt is dit. Dus dit is is de cellulose die hier in deze laminaten zat. Ja. En alle metalen onderdelen zijn eruit gekomen. En zelfs die ledjes... Ja. Die komen er in zijn geheel uit, hebben we getest. Ze doen het nog. En ze doen het nog? Je kan ze gewoon als ledje recyclen. Geweldig. En dat kan er gewoon in? Ja. Die cellulose prop, zeg maar, wat kun je daar nog mee? Nou, dat is iets korter vezelig geworden, maar je kunt het in principe weer opnieuw als cellulose gebruiken. Wauw. Ook papier geldt dat voor. Ja, ook aan jou de vraag. Hoeveel tijd hebben we voordat ik thuis een tolwasje heb? Ja, dat hangt er vanaf hoe snel de industrie het op heeft. Thuis zul je het nooit krijgen. Nee, hoor, het is gewoon echt wel een chemische installatie. Ja. Maar ja, we doen het nu in het lab. Op 20 liter op zijn grootste. Deze auto die door een andere designer is gemaakt. Die kan in zijn geheel in, maar dat is ongeveer het maximum. Ja. Ja, we willen opschalen. Hoeveel zijn er? Is er nu één of zijn er allemaal meerdere? Je hebt gewoon een grote snelkookpan nodig. En daar zijn er honderden van op de wereld. Maar wij hebben er eentje in petten staan. Ja. Maar we willen opschalen naar groter en naar meer. En dat zouden we dan bijvoorbeeld bij Brightlands kunnen doen. Ja. Want, ja. En dat is er dus nog gewoon niet. Nee. Hoe snel dat komt? Ik weet het niet. Een jaar, twee jaar, drie jaar. En hoe zien jullie je rol als TNO? Want kijk, ik ken natuurlijk niet alle ins en outs van TNO. Maar het is natuurlijk bij decreet van de overheid ingesteld hoor. Organisatie die onderzoek moet doen om onze producten, onze leefomgeving schoon en veilig te houden. Daar zit dus ook een component productontwikkeling bij. Ja, dat klopt. TNO is breed, natuurlijk ook echt kwaliteitsonderzoek en ook militair onderzoek. Maar wij zijn van de afdeling Petten eigenlijk het oude ECN, dus energieonderzoek. Ja, ja. En wij hebben nog een vrij grote rol, echt innovaties. Dat als je een slim idee hebt, wat past binnen het TNO-kader, binnen de programma's, dan dat gaan doen. Zo de research and development afdeling van TNO. Ja, ja, en daar zijn we trots op. Die willen we heel graag ook zo houden. Dat snap ik. Leonne, net werd gezegd, er is een What If Lab. Dat is ook een initiatief van de Dutch Design Week om bedrijven met specifieke vragen te koppelen. Wat was de vraag waarmee TNO kwam met de tolwas? De vraag die was om aan de voorkant van een productieproces na te denken hoe je een product vormgeeft. Wat samengesteld is uit verschillende onderdelen. Wat vervolgens tolwasable zou zijn. En dat tolwasable, dat moest natuurlijk samen met Jan in dit geval flink onderzocht worden. Want je kunt van allerlei ideetjes hebben. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat het inderdaad in de autoclave gaat. En dat het er fatsoenlijk uitkomt. Dus dat vergt nogal wat aan samenwerking en aan onderzoek. Ja. En daar hebben we 3 ontwerpbureaus voor gevraagd. En die hebben dat ook gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. En 2 daarvan die hebben na de Dutch Design Week die extra slag gemaakt. Waarbij we die onderdeeltjes nu zien. Om dus groter te werken en echt dat in zijn geheel erin te stoppen. En te kijken hoe het er dan weer uitkomt. Dus dat ontwikkelt zich door. En eigenlijk zijn Jan en ik in 2019 elkaar al tegengekomen op de Dutch Design Week. Zeker. Met jouw vraag van, kunnen we niet iets samen doen? En toen was de tolwas al? Nou, toen was het idee al wel geboren. Ja, ja. En wij zien ons dus als een beetje de missing link tussen afgewerkt of gebruikt polymelkzuur. Waar anders normaal gesproken de compostering in gaat, als het goed is. Maar vaak zelfs gewoon de verbrandingsoven. En nieuw melkzuur maken. Want daar wordt gewoon biomassa voor gebruikt. Ja. Mais. Ja. Als je die cirkel kunt sluiten. Ja. En het sluiten van die cirkel, dat hadden we toen net bedacht. Ja, in die ideeënwedstrijd. En ik was gewoon op de Dutch Design Week als privépersoon dat jaar. Als privépersoon. Gewoon voor de lol, zeg maar. Ja, gewoon voor de lol. Dus kijken wat er is. Ja. Maar een jaar later stonden jullie... En een jaar later stonden we met onze demonstratie. Zo kan het gaan met een goed idee. En nog een jaar later dus dit, zeg maar. Ja, en wat gaan we dan volgend jaar doen, hè? Ja, precies. Dat is een goede vraag. Want onze vraag was eigenlijk van, wij denken in moleculen. Wij denken in blokjes. En ik word heel opgewonden ervan als ik van een prachtig mooie oplossing tevoorschijn krijgen. Maar gewone mensen, of niet technici,
niet-chemici, die willen graag iets tastbaars hebben. En ja. dat was dus ook de vraag, kunnen jullie als ontwerpers iets tastbaars maken wat aanspreekt? Ja. En wat dus niet moleculen is, maar een autootje. Of ja. En ik heb in die zin de vrije hand gegeven van bedenk iets waar PLA de basis is. Ja. Waar PLA een soort platform vormt, waarbij allerlei andere dingen eraan en erop zitten. Dat als je dat dus in die doorwasautoclaaf gooit, er als losse brokjes uit elkaar valt. Het wat is ook, kun je daarvan maken? Precies, het is helemaal gescheiden. Waarbij het zijn allemaal losse materialen. Ja. Dus dit is waarbij draadjes, bioplastics al een proces verder zijn in dat scheiden. Want die zijn alweer klaar voor postproductie. Ja, en dat is precies wat we samen moeten doen. Exact, jij houdt het over die hele keten. Ja, precies. En dat is natuurlijk interessant. De vraag die in het What If Lab met Ixi ontwikkeld is. Van, nu zijn we alleen maar aan het recyclen. Maar hoe kun je nou iets al ontwerpen op zo'n manier dat het geschikt is voor een innovatieve manier van recyclen? Nou, mijn vraag is, zou je een praktisch voorbeeld kunnen noemen hoe jullie daar op de Brighton Schemmelot campus mee werken al? Wij werken met allerlei bedrijven die materialen maken. Covestro zit er nu, wat met Auping bezig is met matrassen. Je kan de ontwerpen die gemaakt worden van stofzuigers. Kim Ragaar van de Universiteit Maastricht, die komt uit Gent. Dat is de nieuwe hoogleraar op mechanisch recyclen. Mm-hmm. Die heeft hele stofzuigers ontworpen van recycled materiaal. Bij ons in het apparaat gooit, heb je allemaal losse onderdelen die je op zich weer kunt recyclen. Dus het is allemaal, dat is precies waarom jij zei, ik ga naar Brightons komen, dat moet je ook doen. Ja. En ik de uitnodiging, volgend jaar gaan we met Brightons samen, met het hele Circular Space verhaal, waar al die partijen bij zijn. Brandtoners als Unilever komen vragen wegleggen bij ons. Die werken met Sebic samen op verpakkingen, maar die zijn op zoek naar nieuw soort verpakkingen. Ja. Nou, dat gaan wij met z'n allen, dus ontwerpers aan tafel, materiaaldeskundigen aan tafel. Hoe ontwerpen we die nieuwe verpakkingen? En hoe krijgen we ze terug in ons circuit binnen Circular Space? En dat doen we niet alleen voor Limburg. Dit is voor Nederland en voor Europa. Ja, en ik rethinking in de praktijk. Exact, zeg maar. Het is niet kleintjes. Dus een toepassing van waar kunnen we dit doen? Waar kunnen we ook zeg maar, volume maken? Hè? Want het is prachtig om een lamp te maken. Maar het is nog beter om er duizenden of tienduizenden te maken. Nee, ik snap en het dan helemaal. Te recyclen. Want dan zet je pasode aan de dijk. Nou ja, dat bij elke grote afvalverwerkingsbedrijf een torwas staat. Waarvan bepaalde producten die al zo ontworpen zijn. Meteen naar de torwasje kunnen. Ik heb zelfs nog één hele grote challenge. Het hele verhaal, dat gaat over een gebied van 5 hectare waar ik het over heb. En het gebouw, het Experience Center, Makerspace. Ik heb al tegen Leon gezegd, ik wil graag met jou, want wij gaan echt veel nauwer samenwerken. Ik voel een What If Lab. We zijn al zo in gesprek, dat gaat gewoon gebeuren. Mijn achtergrond is ook uit die hoek, dus ik vind het fantastisch dat het weer samenkomt. Het Makerspace gebouw moet ontworpen worden. En dat zou ik dolgraag helemaal, niet alleen ik, de hele management wat hierachter zit, helemaal van gerecycled materiaal willen ontwerpen. You have to walk the talk, zou ze zeggen. You have to walk the talk. Dus dat gaat straks. We zitten nu met allerlei fondsenwerving. Je snapt het wel. Dit is geen klein bier waar we het over hebben met elkaar. Nee, maar goed. Maar dat is serieus de plannen. Ja. En goede ontwerpers aan tafel die daar innovatieve toepassingen kunnen vinden. Dat gaat fantastisch worden. Mooie plannen voor de toekomst, Leone. Ons uur zit er eigenlijk al op. Ik wil toch nog even met jou vooruitkijken naar... je zei, jullie waren bij de eerste... jullie hebben eigenlijk al 2 jaar toegewerkt naar de afgelopen ambassade. Ja. Rethinking Plastic. Er komt er dit jaar weer een. We hebben al een kleine preview gehad op dingen... die daar vast wel weer... op welke manier is nu nog niet duidelijk, maar te zien zullen zijn. Zijn er nog andere dingen die je nu wilt belichten van... waar je naartoe werkt. Ja, we zijn op dit moment bezig met een project voor de Musea voor Wereldculturen. En die zijn eigenlijk ook al bijna een jaar geleden tijdens zo'n Dutch Design Week langsgekomen. En die zagen dus Rethinking Plastic. Die waren bezig met de ontwikkeling van een tentoonstelling over plastic, Plastic Crush. Die gaat plaatsvinden in oktober in het Tropenmuseum. En vervolgens gaat die reizen langs meerdere musea. En als verdiepingsprogramma daarop willen zij heel graag ook in contact met die jonge ontwerpers. Die zeg maar reageren op oude objecten uit hun depot.
En daar een vertaalslag maken naar, naar die future-proof innovaties. En daar zijn we dus nu al maanden mee bezig. En daar komen nu zeg maar de eerste ideevormingen uit. Het is een heel proces. Er zitten ook allerlei workshops en meetings en expertbijeenkomsten kleven daaraan. En tijdens die Dutch Design Week voor de komende editie zullen die resultaten ook te zien zijn. En ik word daar zo enthousiast van. Want we zijn dus in dat depot geweest en dan begint iedereen te snuffelen en te kijken. En dat is ook echt een beetje zo'n, reactie op elkaar. Dat enorm het beste in elkaar naar boven haalt. Dus daar zit een enorme energie. En die musea die hebben ook zoiets van, oh wauw, zo kan het dus ook. Ja. Dat is wel echt een aparte manier van zien eigenlijk. Ja. Dat is weer een hele andere wereld die erbij wordt betrokken. De wereld van het erfgoed, van de historie. Ja, maar ik denk dat dat juist super interessant is. En ja, dat uiteindelijk ook weer, zeg maar, landt. En wellicht voor Lia of voor Jan weer een koppeling gaat maken. Want het komt vaak uit de gekste hoeken. Er is we hebben hier een filmpje klaarstaan. We zitten een beetje krap in de tijd. Ik vraag daarom, dat filmpje staat ook op de website rethinkingplastic.eu. Nog niet, maar dan ga ik er heel snel op zetten. Dus vanaf morgen is dat ongetwijfeld te bekijken. Oké, en dat is een preview van dit project met de musea voor wereldcultuur of Museum voor Wereldcultuur in Amsterdam, toch? Ja, dat zijn er vier. Het is het Tropenmuseum en... Ja, het Afrika Museum in Bergendal. En dan hebben we nog het museum in Rotterdam en het Volkenkunde in Leiden. Nou, zoals het hoort bij een ambassade worden de tentakels over de hele wereld en alle werelden en culturen uitgestrekt. Tot die tijd, tot zeg maar de volgende Embassy of Rethinking Plastic, blijven wij denken, blijven wij omdenken, blijven wij pionieren. Jan, jullie met TNO, Lia, jullie in Camelot, Tjeerd ongetwijfeld in Groningen in zijn lab en op de TU en Jessica in Camelot en ook vast ook met nieuwe projecten. En de Jonne, wij zien elkaar volgend jaar in ieder geval op de World Embassy. Dit was een mooie preview. Er komt nog meer aan. Ik zei het al, dit is een serie programma's over de World Design Embassies. De volgende is de Embassy of Health. Ik bedoel, toch ook best wel een belangrijk onderwerp. Dat is op 3 februari en dat wordt ook weer gestreamd via de website van Pakhuis de Zwijger. En het is uiteraard terug te kijken, onder andere via de site van de Dutch Design Week. Maar waarschijnlijk, als je dit ziet, heb je hem al gevonden. Tot 3 februari en anders tot volgend jaar oktober op de Embassy of Rethinking Plastic. Voor nu bedankt voor het kijken.